In een ander filmpje hebben we het gehad over Hot Standby Router Protocol, oftewel HSP, die redundantie mogelijk maakt in netwerken. Daarin hebben we vooral de basis van HSP besproken. We hebben het ook heel even over priority gehad. In dit filmpje gaan we HSP fine-tunen door gebruik te maken van preemption en timers. Laten we eerst de timers bespreken. Zoals ik in een ander filmpje heb verteld, is HSP ontwikkeld door Cisco in 1994 en daardoor is het een beetje traag. HSP heeft hello timers van 3 seconden en hold timers van 10 seconden. Dat houdt in dat de router om de 3 seconden tegen de andere router zegt: hallo, ik leef nog. Hallo, ik leef nog. Dus deze router 1 die zegt om de 3 seconden tegen hem: hallo, ik leef nog. Hij doet hetzelfde tegen router 2. Als de andere router na 10 seconden geen hello message ontvangt, dan denkt hij bij zichzelf: ho, ik heb al 10 seconden niks ontvangen. Die andere router moet wel dood zijn. Ik ga de boel overnemen. 3 seconden en 10 seconden is vrij lang. En daarom kunnen we die timers aanpassen om HSCP sneller te maken. Laten we dat maar gaan doen. Dit is de configuratie zoals dat het geval was bij het andere filmpje. We gaan gewoon verder. Daarin hebben we deze de standby router gemaakt. Dit de active router gemaakt. En router 2 de standby router. De standby IP, de virtual IP, is 192.168.0.1. Dat is op dit moment ook de default gateway van deze PC. En wat we nu gaan doen is, we gaan de timers aanpassen. We gaan naar router 1. En dan zeg ik, enable configure terminal. Gaan we naar de interface, interface FA00. En dan zeg ik, standby 1, dat is de group ID die we destijds hebben geconfigureerd. En dan zeg ik timers. En dan kan je een aantal seconden opgeven. Dus stel dat je niet de hello timer... Dit is trouwens de eerste seconde die je op gaat geven, is de hello timer. En dan kan je zeggen van ik wil geen 3, ik wil maar 1. Als ik vraagteken doe, dan zie je, je kan zeggen hoeveel seconden. Maar je kan ook zeggen hoeveel milliseconden. Dus je kan het nog sneller dan een seconde maken. Dat gaan we doen. Ik zeg msec en dan zeg ik 150. Dus stuur de hello timers binnen 150 milliseconden. Dan moeten we de dead timers opgeven. Kan je weer zeggen msec. En daar maak ik 700 van. Dus om de 150 milliseconden een hello timer. Om de 700 milliseconden dead timer. Hold timer. Oké, dan zijn we klaar op deze router. Wat ik ga doen, ik ga naar de andere router, router 2. Doen we hetzelfde, configure terminal, interface FA00, standby 1, timers, msec 150, msec 700. En dan zijn we klaar. Als we dit zo instellen, dan is HSP belachelijk snel. In minder dan 1 seconde zal alles overgenomen worden en zullen de gebruikers er weinig of helemaal niks van merken. Dat is wel mooi, maar kijk hier wel mee uit. Want als je het zo bizar snel gaat instellen, dan moeten de processoren van de routers stuk of, ja wat is het, 9 hello messages genereren en ontvangen. Dan hebben ze dus veel te doen, hebben ze veel rekenkracht nodig. Dus kijk hier wel mee uit. We gaan het niet gelijk testen. We gaan eerst iets anders configureren. Genaamd preemption. Wat is preemption? In het andere filmpje hadden we ingesteld dat deze de active router moet zijn. Waarom is deze de active router? Omdat hij de priority 150 geeft. Stel dat router 1 down gaat, dan neemt router 2 alles over. Maar wat als router 1 na een tijdje weer opkomt? Ondanks dat hij een hogere prioriteit heeft, blijft router 2 nog steeds de active router en zal router 1 de standby router zijn. Dus we hebben toen gezegd dat is de 150, die heeft prioriteit 150, dus die zal de active router moeten zijn. Maar stel dat die down gaat, dan wordt hij de active router en dan is er geen andere active router meer. Maar stel dat hij weer helemaal gefixt is en hij komt terug, dan blijft hij dus nog steeds de active router.
En wat kunnen we met preemption doen? Met preemption kunnen we zeggen dat als router 1 weer terugkomt, als hij helemaal weer fixed is, dat hij weer zelf de active router moet worden. Dat hij zijn status terug moet pakken van die router 2. Hij moet zeggen, nee, ik heb de hogere prioriteit, dus ik ben de active router. Dat kunnen we heel makkelijk realiseren. Dat is ook niet zo heel ingewikkeld. Daarvoor gaan we weer naar die interface FA00. Daar zit ik nu momenteel onder. En dan zeg je standby 1 preempt. En dan ben je klaar. En dan heb je preemption ingesteld. Hetzelfde doe je op de andere router, ben je klaar. Ik druk nog heel even niet op enter, omdat ik iets wil laten zien. Als ik zeg vraagteken, dan zie je dat ik nog de optie... Ik kan zeggen CR, carriage return, oftewel gewoon enter. Maar ik heb ook de optie delay. Dat tik ik in. En dan kan je kiezen voor minimum, reload of sync. Wat kan je met delay doen? Met delay kan je zeggen, stel dat die router weer terugkomt. Wacht heel even, wacht een aantal seconden en neem dan pas de status over. Maak jezelf dan pas de active router. Bij minimum kan je een aantal seconden opgeven. En bij reload kan je zeggen van, waarschijnlijk is die, als die router weer opkomt, dan is die waarschijnlijk een tijdje uit geweest en hij is weer aan het reloaden. Wacht even na het reloaden, wacht een aantal seconden en maak jezelf dan pas de active router. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een routing protocol zoals OSPF hebt geïmplementeerd. En stel die router gaat down en die komt weer up. Dan is de OSPF routing tabel nog niet gevuld. Je wil dan meestal heel even wachten tot die routing tabel van de router gevuld is. Anders kan niemand iets doen. Je wil dan heel even wachten tot die routing tabel van OSPF dat die gevuld is. En dan pas zeggen van... Jij bent de active router. Dat kan je met bijvoorbeeld reload instellen. Dat gaan we nu niet doen. Trouwens, ik zal even laten zien preempt, delay. En dan kan je zeggen reload. En dan kan je number of seconds, een aantal seconden opgeven. Dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon standaard standby 1 preempt. En dat ga ik ook op deze interface doen. Standby 1 preempt. En dan zeg ik exit. Op deze router 1 zeg ik ook exit. En dan zeg ik show standby. En als ik zeg show standby, dan zie je hier staan hello time is 150 milliseconden. Hold time is 700 milliseconden. Wat we hebben ingesteld. En deze commando show standby hebben we in een ander filmpje ook besproken. Hier kun je virtual IP-adres zien, je kunt zien wie de active router is, wie de standby router is, wat de priority is, enzovoort. Virtuele MAC-adres kan je zien, van alles kan je zien. Hele handige commando om te troubleshooten. Dus zo kan je HCP een beetje fine-tunen. HCP kan nog meer gefine-tuned worden. We kunnen dingen zoals IP, SLA en tracking nog instellen. Daar gaan we het nu even niet over hebben, in een ander filmpje misschien. Voor nu bedankt voor het kijken. Mocht je nog opmerkingen hebben, aanmerkingen, vragen of wat dan ook, laat een reactie achter op javico.nl of stuur een mailtje naar info@javico.nl en wij proberen je zo snel mogelijk te helpen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.